allerleukste werk? Wanneer ik tevreden ben over mijn schets, dan leg ik deze op de lichtbak. En dan, als ik daar dan een vel papier op doe, dan zie ik daar heel licht tekening doorheen. Ik trek dan de belangrijkste lijnen trek ik over op mijn vel papier. Ik gebruik altijd Fabriano aquarelpapier, omdat ik ook al veel water gebruik. Ik trek de lijnen meestal over met kleurpotloden. Als ik kleurpotloden gebruik, deze, dan kan ik daarna mijn vel papier opspannen zonder dat de kleuren uit gaan lopen. Van jezelf en trek deze een aantal keer over, bijvoorbeeld door hem op het raam te houden. Je kan het natuurlijk ook een aantal keren uitprinten als je minder hebt gescand. Maak nu met dezezelfde tekening 3 versies in andere kleurstellingen en probeer daarin eens een keer iets ongewoons te doen. Het hoeft niet allemaal zo echt een blauwe lucht, groen gras te wezen. Het kan wel heel mooi zijn om je te beperken in kleur, zoals bijvoorbeeld in deze tekening. Waarin ik voornamelijk groentint heb gebruikt en met een paar rood-roze accenten. Maar het kan natuurlijk ook op hele andere manieren. En vaak is dat iets wat je ontdekt terwijl je het gewoon aan het doen bent. Maak 3 verschillende versies, leg ze daarna even weg. En kijk er dan een aantal dagen later weer eens na. Want misschien zie je opeens wel iets heel verrassends en denk je, dat is eigenlijk hartstikke leuk zo.